En het Doorkanaal. En dan deze sterren. Ik wens wij succes. Ik heb nog een kilometer of 200. Samen, maar wie is er dan de rapste? Wie is er de sprinter in het groepje? Met Brugs, met natuurlijk ook Brave, met Manzano, met Vedi. Wie gaat er aan? Oh, daar gaan ze vroeg. De mannen van Lotto Benny Sol trekken de vroeg al vol aan. Die trekken het al vroeg aan. Hier de mannen van Lotto. Of is het Lindeman? Is het Bertje Lindeman? Lindeman of oh, nee. Lindeman laat zich een week verrassen door een van de mannen van Neri Soltoni. Ik denk Vedi. Zijn u officieus? Was een mooi sprintje. Rap sprintje. Hier krijgen we de mannen van 15. Die is gaan sprinten vanaf de 11e plaats in de wedstrijd. Marcus wint het van dat groepje. Net wat rapper dan daar Tom van Asmoe.
Wat Argos heeft willen moeten. Van het Spiriton. Dat zijn de mannen van de 26e plaats hier over de meet in Toevoorde. Ol en Sint hebben het ook gezien. Door het zetten op. We hebben de wind op de kant en het was de hele dag afzien en ik denk wel dat de sterkste in de finale wegrijden. En het was echt een karaktersprint hier op het laatst. Karaktersprint, het loopt ook een beetje vals plat omhoog lijkt het wel en dan is het lastig. Ja, het was vooral die bochtjes dat je daar goed uitkwam en dan is het gewoon rammen tot aan de finish en hij komt er nog net over. Zag je meneer Ponzi komen naast je? Nou, ik vernam wel dat hij kwam, maar toen hij al naast zat was het toch... Very happy for this victory. This is the second victory in my season and I am very, very good. Hij is very, very happy, zegt hij, in zijn tweede overwinning van dit seizoen. All these prizes are also for you. So a very nice flow van Novilon. En die gaat richting Italië. Hoe gaan ze dat doen? Tijmen Eising, voor jou ook een mooie podiumplaats. Ja, ik ben er ook ontzettend blij mee, ja. Net je al zegt het al, de 10 beste waren gewoon weg in de finale. Ja, ik denk dat bij iedereen het beste wel af was inderdaad. En ja, we reden weg en het peloton vond het wel weer goed. En sprint je daar een mooie derde plaats? Ja, dat was het laatste dat ik dacht in de laatste rechtlijn. Ik ga hier niet naast het podium staan in het eigen Drenthe. Ik moet gewoon een derde plek binnenhalen. Je hebt je mooi gepakt, jongen. Daarom sta je terecht op het podium. Doe ik nog een stapje opzij, want dan staat het hele podium weer vol met de winnaars van vandaag. Dames en heren, hier in Coevorden, laat het nog één keer horen voor Tijmen Eising, Bert-Jan Linneman en Simone Ponzi.